Ik ben Henk van der Pol. Ik ben 61 jaar. Ik werk nu al bij elkaar meer dan 25 jaar bij Dürer Vermeer. Ik heb diverse functies gehad bij Dürer, maar op dit moment ben ik senior projectorganisator bij het bedrijfsbureau van Middenwest. Wat er allemaal op het gebied van veiligheid veranderd is de laatste jaren, dan moet ik zeggen dat dat toch wel voornamelijk is op de manier waarop we kijken naar bouwwerken. Daar waar we vroeger alleen keken naar de veiligheid binnen de bouwhekken, is het tegenwoordig steeds meer. Wat is de impact die wij als Dürer Vermeer hebben als we aan het bouwen zijn op onze omgeving? Zijn er scholen in de buurt? Zijn er kerken in de buurt? Winkelcentra? Moeten we aanvoeren over smalle wegen, over brede wegen? Als ik op het ogenblik zie wat grote uitdagingen zijn op het gebied van veiligheid, dan is dat toch wel het binnenstedelijk bouwen. Omdat we steeds hoger gaan bouwen, worden de ruimtes die we nodig hebben om veilig te kunnen bouwen, er kan dus wel ergens van een steiger vallen of van een gebouw vallen. Nou, dat valt niet loodrecht naar beneden, dat valt met een bepaalde boog naar beneden. Dat betekent dat de ruimte onder op de grond steeds groter is om te zorgen dat vallende objecten niet op het openbaar terrein terecht zijn. Nou, om die zaken goed in het snotje te krijgen en daar de juiste maatregelen voor te nemen, door of een grote bouwplaats of door een crashdek of door verkeersregelaars, ja, dat maakt wel eens het een en ander erg interessant en ook mogelijk moeilijk om juist te doorgronden en de juiste beslissingen te nemen. Maar bijvoorbeeld de simpele stelregel dat we zo weinig mogelijk of niet boven elkaar willen werken, betekent dat sommige dingen soms niet tegelijkertijd kunnen gebeuren, maar achter elkaar moeten gebeuren. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld heel makkelijk zeggen, ja, maar je kan dat toch boven onder dat doen. Als ze daarmee bezig zijn, kunnen zij makkelijk dat doen. Dan moeten wij uitleggen, ja, maar dat willen wij niet, want er zijn veiligheidsrisico's die ons beperken in onze gedachten erover. Dus dat moet echt achter elkaar gebeuren. Aan mij is dan de taak en aan mijn collega's, want ik doe het natuurlijk niet alleen, om dit goed over het voetlicht te brengen, om duidelijk aan te geven waar de risico's liggen en wat voor maatregelen we hebben genomen. En dan heb ik vaak gezien dat als je dat met de juiste argumenten kunt onderbouwen, dat bijna iedereen zegt, we gaan die kant op, werk veilig of werk niet. Dat is wel dat laatste is wel een erg belangrijk ding voor ons. Dat is vaak de kapstok waaraan wij alles op kunnen hangen. Waar ik me altijd een stoor is aan de opmerking die je wel eens krijgt van, ja, veiligheid kost alleen maar geld en levert niks op. Natuurlijk kost veiligheid kost geld. Maar dan kost je kop koffie ook die in de catering. Alles kost geld wat je doet. De vraag is alleen, is het een nuttige investering of een nutteloze investering? Want je kan dan niet zeggen dat investeren in veiligheid, in de veilige werkomgeving voor de mensen op te bouwen en mensen naast te bouwen, dat een nutteloze investering is. Ik durf mezelf op het gebied van veiligheid aan het eind van de dag in de spiegel te kijken. Omdat ik weet dat ik alles heb gedaan wat in mijn kunnen ligt om veilige werkplannen te maken voor onze medewerkers en voor de omgeving. Ons werk moet veilig. Punt.